Het was hier altijd gebruikelijk dat we, dat we de eerste trainingen uh, hier naar uh, waar, waar bij die McDonald's daar dat bos in gingen rondlopen. Dus wij dachten, ja, wat, wat moeten we nou doen? Hij had er niks over gezegd. Dus ik loop naar de trainerskamer en ik zeg trainer, wat is de bedoeling? Uh, wat we nou straks gaan doen? Moeten we loopschoenen aan? Moeten we voetbalschoenen aan? Hij zegt uh, loopschoenen. Ik zeg, ja, we gaan altijd de eerste training hier naar dat bos. Hij zegt in het bos laat ik alleen mijn hond uit. Dus wat denk je zelf? Schoen aan, nou, dat, dat was Lex Schoenmaker, weet je. Uh, ja, in dat soort dingen, ook met humor, maar het was ook wel gelijk duidelijk wat we gingen doen. En uh, echt een voetbalman. Echt een vaderfiguur ook voor de groep. Ja. Wij zouden voor hem zouden hier zo dwars door die ruiten heen gelopen zijn. En dat hadden we echt in die groep. En dat was echt, uh, ja, dat was echt, echt een hele fijne man.